Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 30 oktober van Weerplaza. Het was vandaag een bewolkte en soms ook regenachtige dag met vooral in de middag en avond flink wat wind. En het hing allemaal samen met een lage drukgebied dat trok van het zuiden naar het noorden over ons land en... Het trok verder naar de Noordzee. Het heeft ook veel overlast gezorgd, vooral in het midden van Frankrijk. Daar is veel sneeuw gevallen en ook in de Alpen. En aan de zuidkant van het Alpengebied is er flink veel neerslag gevallen. In onze omgeving vanavond nog veel bewolking en van tijd tot tijd regen. En veel wind, een westelijk wind, windkracht 7 aan zee en bovenland windkracht 5. En de zware windstoten van zo'n 60 tot 85 km per uur maken het hindelijk in het verkeer. Het gebied met bewolking en regen trekt vannacht via het noorden naar de Noordzee. En vannacht wordt het allemaal wat rustiger, ook wat de wind betreft. Het klaart soms op en dan kan er een enkele misbank ontstaan en de temperatuur daalt naar 3 tot 7 graden. En morgen ziet het er beter uit. De zon die komt af en toe tussen de hoge en middelbare wolkenvelden door. Het blijft op veel plaatsen droog. Alleen in de ochtenduren kan in het noorden een enkele bui vallen en later op de dag in het zuiden van het las is wat lichte regen of motregen mogelijk. En verder is het vrij zacht. 10 tot 12 graden wordt het in de middag bij een matige zuidelijke wind. En daarna blijven we in de zachte lucht. Donderdag wordt het 14 of 15 graden in de middag en vrijdag en zaterdag 11 of 12. En verder is het licht wisselvallig. Met donderdag eerst veel zonneschijn. En later op de dag wat meer bewolking en een paar buien. Vrijdag begint de dag juist andersom. Met in de ochtend bewolking en soms nattigheid. En later knapt het op. En in het weekend blijft het droog. Ik ben Diane Boei van Weerplaza.